Goedendag allemaal, hier is Jozef samen met Johan. Ja, de enige echte Johan. Van Hunted. Van Hunted. Hey, hebben jullie Hunted gezien? Aflevering 4, toch? Ja. Aflevering 4, en dan welke minuut? Ik kijk gewoon helemaal, dan ziet het vanzelf. Oh ja, gewoon helemaal kijken. En dan zie je Johan ook in die video. En vandaag gaan wij even een leuke shoot doen. Samen van Johan en zijn apparaten. Zoals je ziet, alles staat op. Heel leuke spulletjes, volgens iemand op Twitter. Nou, volgens iemand op Twitter en volgens mij ook. Je hebt hier allemaal Rhythm Games. Iedereen gek die het leuk vindt, die komen langs. Inderdaad, ja. En ophouden met die Guitar Hero, hè? Dat is geen echte rhythm game. Oh. Ik had er bijna eens over hier. Nee. Allemaal boze mensen. Nee, grapje. Als je mag elke rhythm game leuk vinden die je wil. En ja, zoals je ziet, echt niet alleen rhythm games, maar ook andere games. Retro games zoals, hoe heet je ook weer? De Bubble. De Puzzle Bubble. Puzzle Bubble 2. En een Neo Geo machine en een oude Paperboy van vroeger. Oh, de Paperboy. 1984, zo'n oudste game volgens mij. 1984? Ja. En kijk, hier zo, Paperboy. Dat speelde ik vroeger ook nog op de Nintendo speelde ik dat vroeger. Ja, maar dat is meer een rip-off. Ja, dat is ook nooit. Dit is echt heel moeilijk, dat is niet normaal. Ja, ik heb die hier nog nooit gespeeld. Maar misschien straks inderdaad even doen. Nu gaan we eventjes foto's maken. Neem ik die maar met die. Die ben ik maar. Ja, deze wil ik. For obvious reasons. Obvious reasons. Dat. Hoe houden die dingen? Huh? Hoe houden die dingen dat vast? Geen idee. Oh. Maar dit is. Dit is. Een beetje makkelijk, hè? Ja. Maar ja, misschien om het even te wennen. Nou, tweede poging. Iets sneller en moeilijker. Of iets langzamer. Oh ja. Ja, nog wel iets moeilijker. Nog moeilijker? Ja, dit is. Hij is. Ik wil meer dit. Doe dan een 11 of een 12. Is dat een 11 of een 12? Ja. Alright. Dat is Johan's favoriete kastje. Moet je kijken, hij is helemaal. Oh wacht, hij is. Hij is. Geheime dingen aan het doen. Pincode. Oh wat. Maar ja, heb je helemaal niks. Nee. Je moet voor elke kast moet je een pincode invoeren. Dat is gekoppeld aan je pasje. Zodat jij niet zijn highscore kan kapot maken, hè? Het gaat allemaal zo makkelijk, want ze hebben zo'n kast thuis. Dan moeten we naar een museum gaan en dan betalen om binnen te komen. Oh ja. Nu voel ik me net een interessant af van te kwal met mijn eigen handen. Maar het is gewoon zo. Ja, het is gewoon zo. Het is niet eens arrogant. Het is gewoon de waarheid. Hij gaat even laten zien aan ons hoe je deze game moet spelen. Ik krijg wel goede reviews over deze film. Nou, niet echt. Bijna niemand kijkt naar mijn video's. Maar dat geeft niks. Ik doe het ook meer voor mezelf. Gewoon voor de lol. Voor de lols. Oké, we gaan even kijken wat hij doet.
Mario? Of, oh, nu is weg. Nee, dat is een gemene lach die erop zit. Oh, ik dacht dat het ging om die 169. Heb je... Nou, wat is je score? Een A plus. Kijk dan. Ja, dat was niet heel goed. Ik heb beter gescoord. Oh, dat was beter geweest. Maakt niet uit. Twee dingen tegelijk doen. Oh, stop dan! ik zie dat allemaal kan uitzien. Ik leid je wel. Ja, dat is een ruimte. En de score, dat is gewoon. Alles